Ja, die mensen zijn er overal. We zijn nu dus op de Creeper Channel server. Is er ook eentje waar je gewoon op kan komen? Nou kost het me even wat moeite om uit te zoeken wat je moet doen. Maar die Funny Justin daar, is een, iemand van, ja, die ons kanaal bekijkt en kent. Oké. Die heeft me hierheen toegeleid dat je in deze room komt. Oké. En je moet dus die botjes afgaan. En als het goed is, je hebt die botjes dus goed beantwoord. Als hij niet goed doet, dan val je in de lava en dan ga je dood en dan kom je weer hier. Dan ben je member en dan kan je de server op, geloof ik. Ik geloof dat dat de deal is. Oké. Zo niet, dan wordt het een heel leem filmpje, denk ik. Goed, dus we moeten die vragen beantwoorden? Ja. Ben je klaar? Oh, sorry. Ja. Ben je er klaar voor? Nou, ik denk dat nee dat lava is, gok ik. Ja. Dus dan zeggen we ja. Ja, we zijn ja. Oké. Gaan we erin. Vraag 2, mag je X-ray gebruiken? Ik weet niet wat het is, maar het zal vast niet mogen. Nee, altijd eerlijk spelen. Huh? Ja. X-ray is volgens mij dat je door muren kan kijken of zo, als ik het letterlijk neem, X-ray. Vraag 3. Mag je iemand grieven in de wildernis? Wat is grieven? Grieven is dus shit kapot maken. Nee, want dat mag je helemaal niet bij iemand doen. Iets van iemand anders kapot maken? Ik heb begrepen dat dat in de wildernis wel mag. Mag dat wel in de wildernis? Ik heb ook het idee dat Mr. Justin daar een beetje laat zien wat de goede antwoorden zijn. Oh, is het zo? Dat denk ik wel. Hij zit namelijk al achter dat deurtje, zie je dat? Oh, oké. Ik zou ook zeggen dat je helemaal dat niet mag doen. Ook al zit ik ergens in het bos en ik heb een hutje gemaakt, dan wordt dat gesloopt, dan word ik boos. Dat vind ik niet zo leuk. Nee. Dus dat heb ik gewoon liever niet. Maar ja, hier mag dat blijkbaar wel. Oké, dus hij zegt ook vertrouwen maar. Oké, nou, gaan we hier. Nou, Justin. Go. Oh, fuck, daar weer ze. Mag je iets grieven in kavels? In kavels. Kavels zijn gekocht grond, toch? Letterlijk, kavel. Ja, dus dat lijkt mij dan niet. Hè? Dat lijkt mij ook niet, nee. Dat lijkt mij ook niet. Ah, cool. Als iets niet mee zit, mag je dan schelden? Ja, ik scheld het liefst de hele dag door. Ik scheld het liefst de hele dag door. Wauw. Ja, ik weet dat dit het antwoord moest zijn, maar damn it, jongens. Maar oké, dat doe je dan niet in de chat. Ik bedoel, je gaat niet zitten tikken. Nee, dat doe je niet. Nee. Daarbij, dat kost gewoon te veel moeite, dan ben je er alweer overheen. Het is meestal in een moment, hè, dat je zoiets eruit flapt. Mm-hmm. Okay, we gaan hierheen. Mag ik mensen oplichten? Ja, moeten ze maar slim naden? Nee, dat is oneerlijk. Ja, dat tuurlijk zal pas wel even zijn, ja. No doubt about it. Even kijken hoor, hoe vaak mag je... Hetzelfde type achter elkaar. Dus hoe vaak mag je... Hallo. Enter. Hoe vaak mag je dat doen? Jeetje, ze hebben hier wel regels dan hoor. Ja. Nou, dan zou ik zeggen maximaal 3 keer. Je wil niet iemand hebben die continu... Nee. Mag je vragen om spullen of rank up? Nee, geduld is een schone zaak. Ik ben er helemaal voor. Niet vragen. Wachten tot het je toekomt of gewoon... Tot je het verdient of wat dan ook. Maar niet dat vragen. Holy shit. Dat vind ik. Ik ben hier helemaal voor. Geduld is een schone zaak. Als je het krijgt, dan verdien je het. Zo simpel is. Hey! Gefeliciteerd. Je bent geslaagd. Nu moet je. Ja? Nu moet je rechter muisknop op het bordje met accept member drukken. En dat zie je hier. Dus hier moet je met je. Ploek. Ja, ik ben nou member. Moet je met je rechter muisknop op dit bordje. Ja. Ja, je bent nu ranked member. Ja. 1 keer drukken is genoeg. Oké. Nou heb je dus de warp. Dus dat dan ga je ergens heen. Ga je naar de spawn of naar de ranks. Is maar naar de spawn, denk ik. Weet ik veel. Ik weet niet wat het is. Ik klik op spawn. Woe. Oh, jullie zijn ineens weg. Goed lood. Ja, dan moet je ook met op dat... Dat werkt goed, zeg je op die bordjes. Ja. Dat vind ik een mooi systeem. Oh ben ja, je nieuw team, spawn, war beginner.
Oh ja, 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 hier stond ik net. Hier ben ik net begonnen. Wauw. Amazing. Dus hier heb je... Dit is je spawn. Je spawn area. Hier begin je. Nou, wij zijn nu dus members geworden. Ja. En dan begin je hier. Een warpship, warpship. Dus er zit een ship zowel links als rechts. Dat vind ik raar. Ik heb hier al een bord met allemaal nog meer bordjes. Wat hebben we hier allemaal? Hij, er wordt gevraagd of we even willen volgen. Moeten we volgen? Wie moeten we volgen dan? Funny Justin. Oh, oké. Okay. Sure. Nou, sure. We gaan Funny Justin wel volgen. Ik geloof dat ik zie voor zijn naam VIP staan. Dus het zal vast wel... hij weet vast wel de weg. Ga ik vanuit. Ja, en Verslaafman die loopt ook gezellig mee. Die staat ook een beetje te hoppen en te hoppen. Oh, kijk. Oh, juist. Dankjewel, Justin. Hier was ik wel naar op zoek. Wat heb je hier? Welkom, burger. Jeetje, man. Oké. Okay. Super VIP. Ik zijn de rank, zegt hij. Ja. Ik zie het. Deze rankregels nieuw ben. Om van deze rank af te komen moet je de regels accepteren. Ja, oké, dat waren wij. Wij waren eerst welcome. Mm-hmm. En nu zijn wij member, dus gewoon. Oké. Deze rank krijgen als je de regels accepteert. Yep. En wordt... Oké. Ja? Ja, wat? En wanneer word je dan burger, enzovoort, enzovoort, enzovoort? Dit krijg je als je $50,000 of meer hebt. Oh. Ik snap het niet. Oké. Dit krijg je als je een tijdje speelt in de server, dan word je VIP. Oh, oké, dus je wordt al VIP als je gewoon heel lang online bent. Super VIP als je een heel tijdje speelt, dus als je echt geen leven hebt. Extreme VIP is gewoon als je 50 en werkeloos bent, zodat je 24/7 online kan zijn. Oh, je moet je waarschijnlijk ook iets serverachtige oh, dingen doen. Oh, we hebben geld gekregen. $110. Oké. Okay. Waar hebben we dat voor nodig dan? Hoe, Oké. Okay. Weet ik niet. Moet je bal doen. Om je geld te zien moet je bal doen. Oké. Okay. Bal. Oh ja. Holy shit, ik heb iets van $1110. Wat moet ik doen? Bal? Slash bal. Slash bal? Ja, slash bal. Ja, sorry hoor, maar ik vind het gewoon raar. En dan? Dan staat er je geld in je tekstdingetje linksonder. Volgens mij heb ik nu gewoon... Nee. Oh. Nou, bij mij stond het wel. Geef niet. Oké. Okay. Maar goed, je moet iets van 50.000 hebben? Ja. Dan ben je een burger. $50,000. Ja, nou, dat duurt wel even voordat je dat hebt. Maar hoe kom je aan dat geld dan? Eigenlijk. Dat is mijn eerste vraag. Ik bedoel, oké, ik wil aan die 50.000 komen. Hoe kom ik aan dat fucking nou, geld? Nou, dan zeggen we toch... wat is dat? Tekst? Hoe heet dat? Durf te vragen? DTV? Hoe kom je aan... Plusje betekent dat je donator bent. Oh, godverdorie. Wordt hier wel veel gedaan. Wat hebben we hier? Moderator. Headmod. Admin. Supervisor. Oké. Okay. Gaat die dude voor mijn face staan? Donder eens op. Hé. Hey, okay. Ik ga je weer in mijn eentje te hangen. Moderator. Hier staan de namen van de moderators. Ja, ik was hier nog een rondje aan het lopen. Ik heb een antwoord. Mijn 64 kabel voor $750. Oh, dus je moet echt gewoon serieus gaan minen voor geld. Oké, dat vind ik wel een leuk concept, want het is tenslotte Minecraft. Ja. Alleen die guy, die staat vreselijk donder... we worden uitgenodigd om een kavel te bekijken van die... Ja, volgens mij hebben we nou die bordjes wel gezien, dus dat is goed. Ja. Sure. Dat laten wil ik wij wel eens zien. Zo'n kavel wel eens even zien. TPA. Ja, dat is wat van iemand anders, hè? Oh. TPA. Oké, dat moet je doen. Zie je wat hij zegt? Slash TPA en dan Funny Justin. Slash TPA. En dan aan elkaar Funny alles? Funny Justin, ja, dat is de naam. Funny Justin. Justin. Ja, oké, ik ben er. Bij mij gebeurt er helemaal niks.
Je drukt op T, dan opent hij je chat. Ja. En dan slash. Ja, heb ik ook. En dan? T-P-A. Ja, spatie. Oh, spatie. Ja, dat werd niet gezegd, hè? Fucking hell. Oh, lordy, lordy. Ja. En heb je nou een... Nee! Er wordt zelfs al een opmerking over gemaakt. Even opnieuw. Oké. Okay. Hij heeft iets verkeerds gedaan, denk ik. Oh. Kan ik het nog een keer doen? Slash T-P-A. En dan... Dan weet ik het niet meer. Funny Justin. Ja, Funny Justin. Helemaal aan elkaar. Ja! Yeah! Alrighty then. Cool. Chest van leden. Nou, dan mag ik natuurlijk niet... Ik mag wel de crafting tables bekijken, maar niet zijn chests. Chest van leden. Wat is... Dit is een kavel. Gate. Gate, even kijken hoor. Welkom in het clubhuis van Amazing Crawlcraft. Funny Justin, Marte Verslaafman, Mr. Kelvin, filmpjes. 1 jaar lid is $1200, 1 maand lid is $120. Is dus een clubhuis van 4 gasten. Ah. Idee is wel grappig om dat te doen, trouwens. Moet ik zeggen. Dat hebben we bij World of Minecraft nog niet gezien, hè? Dit is dus een compleet andere setup volgens mij dan World of Minecraft. World of Minecraft is een beetje een hoofdstad waar gasten rondlopen. Oeh, wauw. Hier, chests van leden. Jij staat nog binnen. Ik mag naar buiten. Kom je ook naar buiten? Oh ja, kom eraan. Sorry. Ik ben nog even aan het kijken. Kijk eens, hier heb je dus al die kavels. Maar dit is dus... Funny Justin. Dit is zijn... Met nog 3 anderen, hè? Ja. Maar het clubhuis mag er nog wel cooler uitzien, vind je niet? Het is mooi lila. Maar ik denk dat het een... Lila, jij hebt die texture pack nog aanstaan. Je hebt die fucking texture pack nog aanstaan. Nee, het is gewoon hout. Het is geen lila. Oh. Good to know. Hij zit de hele tijd wat te zeggen. Wat wil hij doen dan? Hij laat zijn server IP op YouTube achter. Ja, dat is prima. Ik denk niet dat we er wat mee kunnen doen. Even kijken hoor. Wat is dit? Wat hebben we hier? Vlakjes, bandjes, melon farm. Plakbandjes. Oh, plakbandjes. Vlakbandjes. Dit is van plakband. En daar mag ik niet in dus. Oké, zodra iedereen zijn eigen kavel. Die is ook beschermd door... door weet ik veel wat. Daar kan je niet bij. Daar kan je gewoon niet bij. Oké, dus... Nou ja, goed. Hè. Daar kan iemand niet mee gaan lopen. Je wordt geroepen. Yes. Hij heeft gewoon een standaard skin trouwens. Zie je dat? Ja. Wil je rechten op mijn kavel? Man, we kijken gewoon even rond. Nee, dat hoeven ze niet te doen. Jouw kavel is jouw kavel. Nee, maar wel... Dat is goed bot. Hartstikke fijn. Mensen zo vertrouwend zijn. Ja. Dan doen we toch iets goed. Mag ik hierin? Mag dat? Even kijken hoor. Ja, hier is ook iemand aan het bouwen. Jim, wanneer komt Portal 2 weer? Dat is een goeie. Dit weekend misschien? Ja. Ik hoop dit weekend weer. En wat is dit voor moois? Waar ben jij aan het kijken? Hier is dit een soort café. Dit. Dat vraag ik me af of dat ze hier dan ook... ik zie er een paal in de lucht. Goeiedag. Of dat ze inderdaad ook algemene gebouwtjes hebben. Oké. Dat weet ik niet. Want hier heb je ook weer een bordje. Publieke farm. Publieke... Zo spreek dat eens uit.
Publieke, publieke. Dat gaat niet helemaal goed. Nee. En van wie is die? Daan JWZ? Het huisje is van Mine Guy. Is er een gat in de grond? Jeetje, Mina. Mag je zo allemaal... Oh, ik loop hier een of ander gebouwtje in. Waar is niks in staat. Ja, het is allemaal een beetje leeg. Het is, het ziet er wel erg indrukwekkend uit. Nou, Funny Justin moet gaan. Ja. Bye-bye. 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 Zo, zo. Dat ziet er interessant uit. Kan ik daarheen? Hier heb je nog lege kavels, denk ik, dit. Zie je dit? Lege grond. Lege, empty ground. Dus hier kan je, als je een kaveltje wil, dan kan je dat hier kopen, denk ik. Alleen dan moet je eerst dus dollars hebben. En dan moet je dus eerst voor mijnen. Waarschijnlijk lever je dat dan in of zo. Weet ik alleen... Oeh, wauw, ik zie ook een heel gebouw zweven. Oh, je mist van alles. Ja, ik hang hier weer ergens. Waar hang je? Ja, ik ga nu een of ander gebouw in. Ik weet niet wat het is. Jeetje, Mina. Ja, dat krijg je dus als mensen zomaar gaan bouwen. Daar staat wel een heel tof huis daar in de lucht. Bloody hell, ik probeer je... Waar ben je? Ja, ik loop nog langs Verslaafman. Verslaafman. Mm-hmm. Ik kan ook niet zo helpen dat hij zo heet. Oh, wacht even, kan ik... Ik zie je. Oh, anders wilde ik dat teleport ook eens proberen. Oh, en dit is dus allemaal... Dit zijn lege kavels hier zo rechts, zie je het? Ja. Zeker weten, want hier staat wel grondje van Lumenoxion. Ja, maar oké, hij heeft dan niet die hele grond, denk ik. Alhoewel, ja, waarom niet? Misschien heeft hij al dat hele stuk gekocht. Wauw. Oh, daar is hij nou waarschijnlijk mee bezig, want ik zie hier wel zo'n frame hangen. Zie je het? Als je boven kijkt. Zo, dus die is nogal wat van plan. Ja, die is inderdaad heel wat van plan. Daar staat een heel groot glazen gebouw. Maar ik weet niet of dat je dat ding in de lucht hier verder kan zien, hier verderop. Hier heb je al een aardig aantal leuke gebouwen. Clubhuis, shop, open. Grondje van Lex 444. Oh, dit gebouw ziet er ook uit. Weet je, er is zoveel om te bekijken hier. Ja, het is inderdaad net een... En iedereen kan dit doen. Ja, meer dan dit weet ik ook niet. Ik denk het wel. Het is alleen even zoeken waar je dus mag mijnen voor je centen. Hierzo, zie je dit hierboven? Hier rechts van mij? Dit gebouw? Daarboven zweeft een stuk grond en daar staat ook nog een gebouw op. Ik weet niet of dat jij zo ver kan kijken. Ja, ik zie inderdaad iets zweven. Ja, op die grond, dat gebouw hebben we kunnen zien van afstand, een soort Japans-achtig gebouw is erop gezet. Heel erg tof. Heel erg leuk. Je bent dan niet druk aan het chatten, hè? Nee, er werd even een vraag gesteld of die mag mee lopen. Die verslaafde. Dus dat mag wel, maar ja... Grondje van Cool Paladin. Cool Paladin met een M erachter. Je mag wel naar binnen, hè? Oh, hij wil ook dat we naar zijn huis gaan kijken, zeker. Oh, dan gaat iedereen lopen roepen. Master bedroom. Oh. Is dit grote huis? Oh, ja. Kijk, dit is een inrichting. I like this. Waar ben je? Ik kom eraan. Ik weet niet wie zijn huis dit is, maar dit is fantastisch. Check it out. Wauw. Kijk, stoelen, bank. Flat screen TV. Yes, wow. Yes. Ja. Yeah. Your kind of place, hè? En dit is een aquarium. Een keuken. Duidelijk herkenbaar als keuken. Ja. Oh, wat grappig. Hier zo boven. Een trappetje boven. Goede trap ook. Wat is dit? Dit is de badkamer. Wash your hands, you filthy old man. Oh ja, dan mag ik niet aanzitten. Mag er niet aanzitten. Gelukkig kan je niks kapot maken. Nee, dat is mijn angst, hè, met dat soort dingen. Dat je gewoon... Je zou zo'n slaapkamer hebben trouwens, hè? Zo. Ja, nice. Very nice.
Very fucking nice. Oh, oké. Okay. Voor gasten. Hey. Oh, hier mag ik niet in. Waar ben je? Ik zit in de gastenkamer. Oh, okay. Met allemaal bedjes. Oh, bankbed. Yes. Ah, nou, dat is een tijd geleden. Stapelbed. Fucking hell. Dit is leuk. Ja, ja, ja. Goed huis. Ja, leuk. Maar ik moet nog eventjes wat meer verdiepen in het systeem van deze server. Ja. Yeah. Want we begrijpen dus dat je voor cobblestone krijg je geld. En voor dat geld kan je dus een hogere rank krijgen. Maar waar ga je nou mijnen? Waar is de uitgang? Is dat niet de wildernis? Maar ja, inderdaad. Ja, waar ja is precies. Dan... Waar is de wildernis? Want ik kijk eromheen en ik zie alleen maar van die kavels met holy fucking shit buildings. Dit is wel een dorp. Dit is wel groot. Ik ben benieuwd hoeveel gebouwen hier staan. Dan zou je eigenlijk een keer zo'n admin moeten zien te krijgen. Ja. Die, zo'n guy die jou eventjes echt rondleidt. Zou wel stoer zijn. Ja, dat zou ik een keer moeten vragen. Potion of Swiftness. 3 minuten. Instant health. Ha. Potion Notion, vraag maar. Wij kijken of we het kunnen maken. Oké. Okay. Dus je hebt hier nog ook shopjes. Want je hebt dus geld. Je hebt dus een soort currency hier. Ja, en Vinnie Justin was zo aardig om ons wat geld te doneren. Zodat we in ieder geval kunnen beginnen. Ja, $1,110. En nou, dan waarschijnlijk werkt het ook met het systeem van die bordjes. Dus als je met je rechtermuisknop op zo'n bordje klikt, dat je dan iets koopt of iets doet in ieder geval. Je nou, kunt zeg, dit is, huren, wij richten het in. Het is hartstikke groot. Het is humongous. Ik weet ook niet waar ik loop. Ik zie nog helemaal niks van een uitgang. Nee. Nee, ik ook niet. Volgens mij loop ik toch al de hele tijd... ik zie een heel groot café staan. Wil je naar het café? Nou ja, ja als laatste? Hoor. We gaan nog als laatste even bij het café kijken. Nog even een afzakketje nemen. Moet je naar links. Links, links. Links, links. Big Boy Lars. Heet er iemand echt Big Boy Lars? Good lord. Hello, links, big boy. Links. Ja, volgens mij komen we nou dan bij hetzelfde punt uit. Als jij links, links bent gegaan. Draagt hij ook Big Boy pants? Ik zie daar een melon. Een big melon. Hier zo, hier staat café. Melon. Café, met een streepje op de E. Oeh, het is een chic café dus. Menu, even kijken hoor, wat staat hier? Menu 1, kip, water, $5. Menu 2, vis, melk, $15. Menu 3, verjaardag staat, $50. Zo zo. Zo zo, dat is duur taartje. Menu 4, steekkip. Wat is steekkip? Steekkip? Of misschien steek. Als in een... met een EA. EA, in plaats van steak. EE. Steek. Steekkip, dat staat een beetje. Varkensvlees, water, $10. En een appel voor $1. En water, en gewoon alleen water. Voor $1. Ja, geef mij maar een appel. Hallo? Hallo, geef mij maar een appel. Hallo? Oh. Een slechte service. Nog een belletje. Ja, inderdaad. Of mag je hier in of zo? Kan hier in? Hier een hendeltje. Mag je daaraan zitten? Spannend. Zit jij muziek te maken? Dun 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 dun. Ja, maar het is niet echt... oh, hoe kom jij daar nou binnen? Nou, hier. Maar kan je het misschien zelf... Hier zijn hendels, maar ik durf niet aan hendels te zitten. Zo, heb je een mijn gemaakt? Heb ik jou daar? Dan ben ik een beetje nieuwsgierig, hè? Lijkt wel, het is een beetje alsof je in iemands kast zit te rommelen. Ja, het is wel een beetje... Weet je? Dat je denkt, shit. Oeh, dit mag misschien eigenlijk niet. Hij heeft een portal gemaakt. Mag dat? Nou, daar ga ik niet in, hoor. Kom er nou uit. Ja, ik zit er al in. Ja, ga niet meer goed komen. Ik ga niet meer goed komen. Waar ben ik? Ja, ik ben weer aan de goede kant. Hè? Ja, what the hell? Ik moet toch... Ja, godverdomme. Nou, kom nou. Geen zin in. Wat is er? Nou, ik wil helemaal niet naar de nether. Nou, ik wilde even naar kijken. Maar ik ga ervan uit dat hij daar dan ook wat heb gebouwd.
Wie zijn nether dit dan ook is. Jezus, zou hem gewoon een trapje van maken trouwens. Wie zijn huisje dit is? Je mag wel een trapje van maken, joh. Je mag er niet in, hè? Nee, je mag er niet aan zitten. Nee. Oh, nou, dit vind ik eigenlijk ook wel een leuk server. Moet ik zeggen, totaal anders dan World of Minecraft, hè? Ja. Maar in World of Minecraft hebben we de kavels eigenlijk niet gezien. Daar waren we juist naar op zoek. Ja, ja, ja. Zover waren we nog niet. En hier ben ik nou juist benieuwd waar die hoofdstad is. Wat ik dus gewoon nog niet weet. Want ik zie, ja, ik zie god voor overal huizen en shit. Hier staan ook weer bordjes. Is ook weer iemand zijn gebouw zeker? Of is dit, staat hier een staat hier geen bordje bij wat dit is? Want ik weet niet wat dit betekent. En ik veel 22. Oh, lekker geeuwen. Ja, wordt een beetje moe. 20 bij 20, 100.000. Nou, wat zouden ze hier nou mee bedoelen? Oh, hier zo, hier zo. Dit is, hier is waar je volgens mij je kavels koopt. Oh, welkom in kavels. Er zijn kavels te koop van 20 bij 20, 30 bij 30 en 40 bij 40. De kavels koop je met in-game money bij de operators. De ondergrond mag je zelf kiezen. Je kan kiezen uit steen, gras, zand, gravel of hout. Houd je aan de regels. Veel plezier met bouwen. Je kan maar 3 kavels kopen, niet meer. Grieven is verboden. Have fun. En aan die kant staat dus hetzelfde. Oké, okay, dus nou, als we eenmaal genoeg geld hebben, kan je hier dus een kaveltje kopen. Kan je een kaveltje maar kopen. De vraag is, hoe komen we nu naar buiten, zodat we geld kunnen gaan verdienen? Ja, 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 ja. Ja, dat ga ik misschien ook nog uitzoeken. En dan zou ik ook eigenlijk van de World of Minecraft server willen weten waar de kavels zijn, zodat we dat ook nog op allebei de servers kunnen bekijken. Ja. Ja, dat lijkt me wel wat. Zo, je bent lekker aan het rennen, hè? Ja, je bent lekker aan het sprinten. Zet de pas erin. Je denkt van ik ren zo even naar de uitgang. Ja. Dat ga je niet lukken, denk ik. Nee. Jeetje, man. Weer geeuwen. Goed, man. Ja, ik zei toch. Ik ben een beetje moe. Ja. Het is ook al bedje tijd. Ja, het is laat. Net wat ik zeg, we hebben altijd zo weinig tijd om iets te doen. Dit wilde ik nog heel even doen. En het is heel erg laat nu. Gelukkig zijn we morgen vrij. Ja, gelukkig hemelvaart. Gaan we morgen doen. Is morgen Portal? Ik ben een beetje geschrokken van Portal met die laatste puzzel die zo slecht ging. Ja, het is geen goed begin voor de rest. Ja, hè? Volgens mij lopen we nu weer langs het clubhuis, of niet? Oh nee, dit is weer een ander. Ja. Ja, we hebben een gids nodig. Ja, een goede anders, een admin het liefst. We zijn hier what the fuck is vreselijk dit nou weer verdwaald. Ja, ik wil ook gewoon weten waar je heen moet. En iemand die je kan teleporten van mijn part. Ja. Dat is wel handy. Dat is wel heel handy. Nou ja, goed. Dit was de Creeper Channel. De server zit... wat is de server? Wat was er nou ook weer? Ik zei het net tegen jou wat de server is. Humhumcreeperchannel.nl. Ja. Precies. Creeperchannel.nl. Dat was nou het server. Server.creeperchannel.nl. Dat is de server. Dus niet... Ja, mensen mogen het vragen in de comments hoor, maar goed. Het is gewoon creeperchannel... Of server... Moet ik wel goed zeggen, hè? Ja, gaat lekker. Server.creeperchannel.nl. Yes. Check it out, zou ik zeggen. Check it out, zeker weten. Ga ook kijken. Er zijn altijd mensen online, zover ik weet. Wat heb ik deze week gezien? Ik heb een beetje geprobeerd te kijken hoeveel mensen online zijn. Het is een beetje 30, 40, 50 mensen tegelijkertijd online. Nou, dat is toch een behoorlijke club. World of Minecraft is ook 30, 35. Ja, op de drukke avonden kan het wel oplopen naar de 80. Dat weet ik niet hoe het bij de Creeper Channel is. No idea. Zo, dat is een hele grote paddenstoel trouwens. Ja. Big fucking paddenstoel in het Engels, zeg het eens. Mushroom. Mushroom. Ja, kon ik er even niet op komen. Nou goed, ja, we stoppen ermee. Ja, we zijn hartstikke zat. Ik ga slapen, ik ben Creeper Channel, kom iedereen kijken, net als bij World of Minecraft. Hartstikke leuk. Ziet er erg gezellig uit. En hopelijk kunnen we nog meer laten zien. Oké, nou, wel te rusten.